Tijdens wegwerkzaamheden of evenementen is goede verlichting noodzakelijk. Verdegro Group is gespecialiseerd in het produceren van solar-powered LED werkverlichting en mobiele verlichting. Zonnepanelen zijn op het moment heel interessant om in te investeren. Zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt. Particulieren zitten momenteel vanuit de overheid een subsidie op van 650 euro. Afhankelijk van het bedrag wat je investeert krijg je maximaal 15% tot een maximum van 650 euro subsidie terug. Voor bedrijven is het met name interessant vanwege de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de milieuinvesteringsaftrek of de energieinvesteringsaftrek. Dit maakt het met name voor bedrijven heel interessant om in duurzame energie te investeren. De recente ontwikkelingen binnen onze branche zijn met name LED-displays, LED-units, maar ook alles op zonne-energie. Zowel wegbewakening, maar ook lichtmasten 100% op zonne-energie. Dat zijn eigenlijk de nieuwe trends binnen onze markt. De verandering in de markt op het moment is met name duurzame energie, duurzaam investeren. Dus ook in LED-units, LED-displays, verlichtingsunits. Met name vroeger werd er heel veel gebruik gemaakt van dieselaggregaten. Nou, stijgende brandstofprijzen, momenteel niet interessant. Dus we krijgen nu units die 100% op zonne-energie zijn. Deze worden heel veel gebruikt op het moment in de bouw, festivals, maar ook op mijnbouw en andere projecten waar tijdelijke en mobiele verlichting nodig is. In 2003 is men gestart met dit bedrijf, dat zich richt op verkeerstechniek, LED-verlichting en zonne-energie. Door de snelle ontwikkeling van zonne-energie wist het bedrijf snel te groeien en al snel had men meer ruimte nodig en is men verhuisd naar Roosendaal. Na verloop van tijd werd ook het pand in Roosendaal te klein. In 2008 vond het bedrijf zijn onderkomen in een groter pand in Etten-Leur, alwaar ze op tot heden gevestigd zijn. De ontwikkeling in LED-verlichting is ontstaan omdat er heel veel gasontbrandingslampen werden gebruikt. Die gebruiken veel energie. Dus met name de duurzame investeren werd er gebruik gemaakt van LED-verlichting. Nou, LED-verlichting wordt steeds beter ontwikkeld en steeds betere toepassing wordt ervoor gemaakt. En met name daarvoor is, omdat het energiezuinig is, wordt er veel meer gebruik gemaakt van LED-verlichting en LED-displays. Omdat met een hele hoop minder energie toch hetzelfde resultaat behaald kan worden. Zonnepanelen zijn in principe geschikt voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Mensen zijn heel vaak bang dat het een belemmering is in het aanzicht van de woning of van het bedrijfspand. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer het geval. Het is heel mooi om tegenwoordig met zowel zwarte panelen als zilvergrijze panelen een heel mooi vlak en toch een heel mooi aanzicht te creëren. Wel is het zo dat er een belemmering of een beperking kan zijn indien het een monumentaal pand is of een beschermd stadsaanzicht. Dan is het helaas niet mogelijk om zonnepanelen te plaatsen. Mijn tip van de ondernemer is: wees innovatief, luister naar de klant, luister naar de markt en probeer een nieuwe markt aan te boren.